Je komt tot ontdekking dat je kwaliteit hebt waar je het bestaan eigenlijk niet van wist. Ik krijg er altijd een ontzettende energieboost van als ik daarvan terugkom. En ze kunnen zo verrassend uit de hoek komen dat je daar gelijk op moet anticiperen. Ik ben net terug van mijn vakantie naar Spanje geweest. Ja. Ipse de Brugge biedt een breed scala aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Van wonen tot werken en van leren tot recreëren. Vrijwilligers maken een groot verschil in het leven van onze cliënten. Door hun inzet is er meer persoonlijke aandacht. Er zijn meer activiteiten en is er welzijn en zorg op maat mogelijk. Vaak vormen vrijwilligers voor onze cliënten een brug naar de samenleving. Vrijwilligerswerk bij Ipse de Brugge staat voor betrokkenheid en inzet vanuit je hart. Voor mezelf ben ik ertoe gekomen omdat er een aanraking kwam met mensen die het wat minder goed hebben dan ik. Zo ben ik begonnen te denken over vrijwilligerswerk. En uiteindelijk heb ik dat voor mezelf 3 maanden op proef gedaan. Ik ben bij diverse instanties geweest. En uiteindelijk vond ik waar ik naar zocht. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen, zo'n 13 jaar geleden. En ik moet zeggen, je komt tot ontdekking dat je kwaliteit hebt waar je het bestaan eigenlijk niet van wist. En het is eigenlijk nog leuker als dat je in het begin zou verwachten. Je krijgt er heel veel voor terug en het is gewoon heel fijn om met mensen bezig te zijn. Je bent vaak tot meer in staat dan dat je zelf denkt. En het is achteraf gezien, als je het gedaan hebt, geeft dat altijd een heel goed gevoel. Ik ben daarmee begonnen in 1993. Ik kwam me tegen en ik denk, nou, ik ga eens bellen. Misschien is het wel voor ons. En Nadia is nog steeds in ons leven en het gaat geweldig. Ik doe allemaal leuke dingen met haar. Winkelen, uit eten, koffie drinken. Alles wat Nadia leuk vindt, doen we. En ik heb er zelf zoveel plezier in. Elke keer als ik haar ga halen, dan enthousiast en ik heb er altijd zin in en zij ook. En ze belt me op van wanneer mag ik weer komen. Het is zo leuk om te doen en ze wordt ook opgenomen in onze familie. Daar gaat ze mee, ze gaat mee naar familiedagen. Ja, ze hoort er gewoon bij. Ik ga 2-3 keer per jaar met haar kleding kopen. Ik leer voor docent om theater te maken met mensen. Zelf te spelen, te doseren, te regisseren, te maken. En ik ben hier vandaag op het zomerfeest in Zwammerdam. En ik kom hier als een schoonmaakster, als een typetje ga ik hier rondlopen over het feest. En ga ik de bewoners entertainen en contact met ze maken. En bij de ene bewoner kan ik heel veel doen en kan ik echt de scène spelen. En bij de andere bewoner kan ik met kleine dingetjes en kleine bewegingjes al ook heel veel bereiken. En daarmee moet ik aftasten wat ik bij de een wel kan doen, kan ik bij de ander niet doen. En daar komen hele verrassende dingen uit. Ja, ik vind het leuk dat wat iets waar ik blij van word, andere mensen ook blij mee kan maken. Dan heb je een win-win situatie volgens mij. Je levert een stukje tijd in, vrije tijd in. Maar je krijgt er zoveel voor terug en je leert er zoveel van. Dat lijkt mij iets moois wat je voor een medemens kan doen. Iets voor jou? Neem dan contact op via deze website.